Vijf weken zijn ze er al, de mannen in witte pakken, bezig met het schoonmaken van de straten, de tuinen, de daken. Maar in de straten die direct onder de rook van de grote brand lagen, ligt nu weer asbest op straat. Hier ligt dus gewoon nog de asbest op de grond. Hier ook weer. Ja, dit stukje hier zo en dit stukje wat je hier ziet, zijn dus gewoon twee stukjes asbest. De bewoners zijn er alles behalve gerust op. Het kan niet zo zijn dat we met dit soort stukken nog dagelijks geconfronteerd worden. Dat kan gewoon niet. Maar burgemeester Sjaak van der Tak die snapt wel dat er stukken asbest op straat liggen. Ja, dat is ook logisch. Als je daken gaat schoonmaken en dan vallen deeltjes van af. Met een beetje wind dan komen ze op het trottoir terecht of op de openbare weg of in een tuin. Ik weet ondertussen ook niet wat ik vanochtend onder mijn schoenen heb gekregen. Nee, maar dat is ook niet zo heel erg. Als het asbest is in de trant van wat we nu aan normen vinden, dan zit het allemaal ver beneden de normen die GGD, die de inspectie, die het ministerie afspreekt. En volgens die landelijke afspraken moet het gebied asbest veilig worden gemaakt, zoals het heet. En dat betekent dat er moet worden schoongemaakt tot er geen deeltjes meer liggen die met het blote oog te zien zijn. Onzin, zegt asbestdeskundige Ton Witteman. Asbest veilig is alleen maar als het asbestvrij is. Betekent dat dit hele verhaal... Het kan niet zo zijn dat er asbest aanwezig is en zo en dat het dan asbestveilig is. Want je hebt geen veilige en onveilige asbestsoorten. Alle asbestvezels zijn gevaarlijk. Waar het ons een beetje om gaat is dat wij in de straat hier asbest vinden. En daar hoeven we maar een paar meter voor te lopen, heeft u gezien. Als dat asbest veilig is, dat loop ik met mijn schoenen mee naar binnen toe. Dat is voor ons gewoon voor de volksgezondheid een risico. Maar de burgemeester houdt vol, de landelijke norm is veilig. Bewoners mogen de gemeente bellen als ze asbest vinden. Extra toezichthouders zorgen er vanaf vandaag dan voor dat die ook echt wordt opgeruimd. En over hoeveel toezichthouders hebben we het dan? Ja, dan hebben we het over fors wat. Dan zijn we nu aan het uitzoeken hoeveel. Dat kunnen er zeker maar zomaar eens meer dan 10 zijn in dat hele kleine gebied.